Korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname heeft middels een brief aangekondigd dat hij zijn functie per 25 januari 2022 ter beschikking stelt, aldus een bericht van de communicatiedienst Suriname. Er is op dinsdag 4 januari een gesprek geweest met Prade en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Woensdag is er wederom een gesprek gevoerd, maar dit keer onder leiding van president Santokki, waar ook de ministers Amoksi en Agai Bersin deel van waren. In het gesprek heeft Prade aangegeven dat hij de regering de ruimte geeft voor uitvoering van de geplande reorganisatie. De regering heeft het ontslag van Prade geaccepteerd en zal ondertussen werken aan een managementteam om het korps te leiden. Er zal geen beleidsvacuüm ontstaan, verzekert de regering. De CDS geeft verder aan dat de korpschef tot de laatste dag van zijn aanstelling zijn werk normaal zal vervullen.